In 2050 moeten alle sociale huurwoningen in Nederland CO2-neutraal zijn. Dat zijn 2,3 miljoen woningen die door woningcorporaties worden verhuurd. Een enorme klus die veel geld kost. Door al deze woningen CO2-neutraal te maken, dragen corporaties bij aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Voor huurders kan het verduurzamen van hun woning vervelend zijn. Ze krijgen werklui over de vloer en soms moeten ze tijdelijk ergens anders wonen vanwege de werkzaamheden. Maar als het dan eenmaal is afgerond, hebben huurders wel extra wooncomfort en een lagere energierekening. Mensen die in een verduurzaamd huis wonen hebben minder last van stijgende energieprijzen. En dat is fijn in dure tijden. Hoe verduurzamen corporaties hun woningen eigenlijk? De meeste corporaties hebben al een flinke slag geslagen met isoleren. Zoals dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie en het plaatsen van hoogwaardig dubbel glas. Als het kan, plaatsen corporaties zonnepanelen. Zo verbruiken huurders minder gas. Dat betekent een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Het doel is dat alle sociale huurwoningen straks goed geïsoleerd zijn en uiteindelijk van het gas af kunnen. Woningen met een slecht energielabel krijgen voorrang. Om woningen helemaal van het gas af te halen, zijn alternatieve warmtebronnen nodig. Hiervoor worden woningen bijvoorbeeld aangesloten op een warmtenet. Dat kan niet bij alle woningen. Er moet een warmtenet in de buurt zijn, bijvoorbeeld industrie. De warmte die industrie afgeeft, wordt dan verzameld en vervolgens gedistribueerd naar woonwijken. Of er wordt een speciaal warmtenet aangelegd. Dat gebeurt nog wel eens in nieuwbouwwijken. Een corporatie kan niet zelfstandig besluiten woningen aan te sluiten op een warmtenet. Dat moet altijd in overleg met de gemeente en de warmteleverancier. Een duidelijk transitiebeleid van de gemeente is daarvoor hard nodig. Een andere manier van verwarmen is de warmtepomp. Nu wordt vaak de hybride warmtepomp ingezet. Die gebruikt nog wel wat aardgas op koude dagen, maar levert een grote bijdrage aan het terugdringen van gasverbruik. De hybride warmtepomp kan in veel bestaande woningen met een energielabel D of hoger worden geïnstalleerd. Verder zijn er experimenten met bijvoorbeeld aardwarmte of waterstof. Dat staat nog wel in de kinderschoenen. Veel gemeenten hebben al een transitievisie warmte opgesteld. Daarin staat hoe en wanneer welke wijk van het aardgas afgaat. Gemeenten en corporaties moeten goed met elkaar overleggen over de invulling van die transitievisie warmte. Gemeenten kunnen een voorkeur aangeven voor alternatieve warmtebronnen die het gas vervangen. Corporaties beslissen zelf op welke alternatieve warmtevoorziening ze overstappen. Daarbij kijken ze naar de technische en financiële mogelijkheden en naar de gevolgen voor de huurders. Bij het zoeken naar alternatieve warmtebronnen hebben gemeenten de kennis en kunde van corporaties nodig. Corporaties kennen hun vastgoed immers beter dan de gemeente. Door gezamenlijk op te trekken, komen gemeenten en corporaties tot een optimaal transitiebeleid. De verduurzaming van woningen kost dus veel geld. Dan hebben we het over vele miljoenen. Om geld te besparen werken corporaties steeds vaker samen. Hoe werkt dat? Bij een bundeling van opdrachten zijn fabrikanten en aannemers verzekerd van een bepaalde omzet. Ook kunnen ze efficiënter werken. De kosten zijn daardoor meestal lager dan wanneer iedere corporatie voor zich de verduurzaming laat uitvoeren. Corporaties zijn al een eind op weg met de verduurzaming van woningen. Door samen te werken, onderling en met gemeenten, door te investeren in innovaties en door kennis en ervaring uit te wisselen, zetten zij grote stappen richting CO2-neutraal. Met al deze inspanningen dragen corporaties bij aan een beter milieu, comfortabelere woningen en lagere energiekosten voor hun huurders. Wonen doen we samen.